Het was iets warmer dan nu. De zon scheen en het regende niet. Op 14 mei 1940. Duitse vliegtuigen bombardeerden Rotterdam. 800 Rotterdammers werden gedood en 80.000 Rotterdammers werden dakloos. En de Duitsers dreigden meer Nederlandse steden te bombarderen. Na 5 dagen strijd was nu de vraag: doorvechten of overgeven? Er werd besloten tot een overgave om te voorkomen dat er nog meer weerloze burgers het slachtoffer zouden worden. De Duitsers waren nu de baas in Nederland. Opeens is Nederland bezet. Er lopen allemaal vreemde soldaten door de straat. Door jouw straat. Wat doe je op zo'n moment? Wat kan je doen? Negeer je het en ga je gewoon door met je normale leven? Kies je de kant van de nieuwe machthebbers? Of probeer je tegen de bezetters te verzetten? Daarover gaat deze film en de tentoonstelling die je zo gaat bekijken. De Duitse bezetters waren nazi's, oftewel nationaal-socialisten. In het nationaal-socialisme was er geen vrijheid en democratie. Eén man, Adolf Hitler, was de leider en de rest moest gehoorzamen. Toch viel de bezetting in het begin best mee. De Duitsers gedroegen zich zelfs aardig. Dat kwam omdat ze wilden dat de Nederlanders de kant van Duitsland kozen. De bezetters maakten overal reclame voor het nationaal socialisme. In de krant, op de radio en in de bioscoop. En overal op straat hingen mooie posters. Dit is een jongen, laten we hem Wim noemen. En zijn vader zag vaak van zulke soort posters hangen. Hij was ervan overtuigd dat Nederland een betere toekomst zou krijgen onder de leiding van Hitler. Wims vader dacht erover na om lid te worden van de NSB, dus de Nederlandse Nazi-partij. De NSB organiseerde grootse bijeenkomsten voor zowel volwassenen als voor de jeugd. En de Duitsers gaven belangrijke functies weg aan NSB'ers. Maar lidmaatschap van de NSB had ook nadelen. Veel Nederlanders vonden dat de NSB'ers landverraders waren. En ze werden met de nek aangekeken. En NSB-kinderen werden gepest. Maar Wims vader besloot toch lid te worden. En Wim kreeg een mooi uniform van de jeugdstorm. In april 1941, toen de bezetting ongeveer een jaar duurde, moest iedereen vanaf 14 jaar een identiteitsbewijs bij zich hebben. Persoonsbewijs heette dat. Oftewel een PB. De Duitse bezetter kon de bevolking zo beter controleren. De Nederlandse Joden werden door de nazi's steeds meer gediscrimineerd. De nazi's waren tegen de Joden. En Adolf Hitler gaf de Joden de schuld van alles wat slecht ging. Joden mochten niet meer naar het park, het zwembad of de bioscoop. En ze mochten ook niet meer met de bus en ook niet fietsen. Er kwam in Amsterdam een Joodse wijk. En alle Joodse kinderen moesten naar aparte Joodse scholen. In het persoonsbewijs van alle Joden werd een grote J gestempeld. En alle Joden moesten een Jodenster op hun kleding dragen. Wat deden niet-Joodse Nederlanders toen ze merkten dat het voor de Joden steeds moeilijker werd? Truus bijvoorbeeld. Een doodgewone Nederlandse vrouw. Ze woonde toevallig in een buurt waar veel Joden woonden. In januari 1942 wil Truus met haar neefjes Jan en Bert naar de dierentuin toe. En Jan en Bert spelen buiten met het Joodse buurmeisje van Truus, Hanneke. Als het tijd is om te gaan, vragen ze aan tante Truus of Hanneke ook mee mag naar Artes. Maar Truus weet dat dit bordje bij de ingang hangt. Wat moet ze nu doen? Gewoon Hanneke meenemen, en ondanks dat ze Joods is? Nou, wat gebeurt er als de Duitsers erachter komen? Truus besluit gewoon te gaan, dan maar zonder Hanneke. Ze hebben een hele leuke middag. Oops.
Januari 1942. Hitler gaf aan een groep belangrijke naties de opdracht om te bedenken hoe ze het Jodenprobleem, zoals zij dat noemden, moesten oplossen. In het geheim bedachten ze een oplossing. Alle Joden moesten in speciale kampen worden gedood. In Nederland kregen Joden een oproeping in de bus. Een brief waarin stond dat ze zich moeten melden, zogenaamd om te gaan werken in Duitsland. Sommigen vertrouwden niet en doken onder, maar anderen melden zich. Ze hoopten dat het mee zou vallen of ze konden geen onderduikadres vinden. Op 6 juli 1942 vindt de familie Geiringer, die hier woonde, een oproeping op hun mat. Zoon Heinz moet naar een werkkamp. Maar wat nu? Heinz denkt dat hij het werk wel aan kan. Of moeten ze onderduiken? Als je dan gepakt wordt, dan word je zeker streng gestraft. En ben je misschien wel slechter uit dan in zo'n werkkamp. De vader van Heinz besluit dat het hele gezin gaat onderduiken. En binnen 24 uur zijn ze uit dit huis verdwenen. April 1943. De Duitse bezetters wilden dat honderdduizenden Nederlandse mannen in fabrieken gingen werken in Duitsland. Heel veel mensen waren hierop tegen. Ze doken onder en ze hielpen anderen. Steeds meer Nederlanders gingen zich verzetten. En hoe ging dat nou? Het verzetten, dat was verboden. En de Duitsers straften hard. En al het verzet, dat ging dus stiekem, ofwel illegaal. Verzetsmensen maakten illegale kranten. Onderduikers werden geholpen met een onderduikplek, voedselbonnen en een vals persoonsbewijs. Ook kwam er meer gewapend verzet. Er werden aanslagen en overvallen gepleegd. En soms werden zelfs verraders en Duitsers doodgeschoten. De Duitsers traden keihard op. Wie met wapens werd gepakt, kon direct worden doodgeschoten. Dit is Gerrit van de Veen met zijn dochters. En op 10 juni 1944 raakten deze twee meiden hun vader kwijt. Gerrit werd in de duinen door de Duitsers doodgeschoten. Met een groep verzetsmensen is hij een gevangenis in Amsterdam binnengedrongen om een paar verzetsvrienden te bevrijden. En die gevangenis stond vroeger hier. Via een bewaker hebben ze sleutels te pakken kunnen krijgen. Ze zijn bewaard gebleven. De poging mislukte helaas, want er begon een waakhond te blaffen. Gerrit werd geraakt door een kogel van een bewaker. Hij kon nog vluchten, maar enige tijd later werd hij toch opgepakt. Juni 1944. De geallieerde soldaten, de Engelsen en de Amerikanen, vallen Frankrijk binnen om de rest van Europa te komen bevrijden. Na 3 maanden vechten is het zuiden van Nederland bevrijd, maar ten noorden van de Rijn blijven de Duitsers nog lang de baas. En hier begint de verschrikkelijke hongerwinter. In alle grote steden in het westen van Nederland vallen meer dan 20.000 doden door de honger en de kou. Het verzet bereidde zich voor om mee te gaan vechten met de bevrijders. 5 mei 1945. Na 2 maanden van zware gevechten geven de Duitsers zich over en Nederland is bevrijd. Sommige mensen hadden zich tegen de Duitsers verzet, zoals Gerrit van de Veen. Truus heeft zoals de meeste mensen niets durven doen. Ze heeft zo gewoon mogelijk doorgeleefd. En andere mensen hebben de kant van de Duitsers gekozen, zoals Wims vader. En hij heeft een gevangenisstraf gehad. Het bleek dat de Joden in de Duitse kampen bijna allemaal waren vermoord. Heinz Geiringer was ondergedoken, maar zijn schuilplaats werd verraden en hij moest naar een kamp. Heinz zou niet meer terugkeren, want ook hij werd vermoord. In de tentoonstelling die je zo gaat bekijken, zul je deze en andere mensen tegenkomen die allemaal voor dezelfde vraag hebben gestaan. Aanpassen, meedoen of verzetten. En jij gaat uitzoeken wat ze hebben gedaan en vooral waarom.